De verkeersveiligheidsmaand 2018 is vanmorgen afgesloten op het politiebureau Lelydorp. De verschillende sprekers stonden stil bij de zaken die zich in de afgelopen maand hebben voorgedaan in het verkeer. Met het hijsen van de verkeersvlag bij het politiebureau Lelydorp door de president van Lions Club Paramaribo Central, de waarnemend korpschef en waarnemend districtscommissaris van Wanica, is de verkeersveiligheidsmaand officieel afgesloten. De vertegenwoordiger van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, KSV, Agatha Sederboom, gaf systematisch aan hoe de samenwerking de afgelopen jaren met de verschillende ministers van Justitie is geweest. En toen kwam minister Welzijn. Hij pakte de draad keurig op. Samen met de commissie ging hij door met het finaliseren en implementeren van het actieplan dat wij van het platform officieel nog niet gezien hebben. Hij effectueerde de start van de bromfietscertificering. En nu hebben wij minister Getrouw, die wij als platform verkeersveiligheid nog niet officieel hebben ontmoet. Zelfs niet in de wandelgangen. Wij dachten, laat ons wachten tot de verkeersveiligheidsmaand. Daar ontmoeten wij hem zeker. Minister Getrouw is de enige minister van Justitie en Politie die we niet hebben gezien bij een verkeersveiligheidsmaand. Hij was er nog bij de aankondiging, nog bij de afkondiging. Hoe hij ook zei, we komen terug op wat wij in januari dit jaar aan minister Welzijn geschreven hebben, want we zijn de koers wederom kwijt. Sederboom geeft aan dat de verkeersveiligheidsmaand ons met de billen blootlegt. Wij met z'n allen kunnen niet eens in 30 dagen het welzijn en het leven van anderen in het verkeer besparen. Het hoofd van de afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname, Elisabeth Shepherd, wees erop dat voor de politie de verkeersveiligheid het hele jaar door geldt. Zij gaat in op het aantal verkeersslachtoffers gedurende de verkeersveiligheidsmaand. 15 augustus tot en met 15 september hebben wij in 2018 jammer genoeg 7 doden te betreuren. In 2017 was dat 12. Gaan we even verder naar 2016, is dat 8 geweest. Het zou veel beter zijn geweest als we 0 optie hadden. Geen doden. Trekken we een vergelijking van januari, dus met januari tot en met 14 september 2018, dan hebben wij 49 doden. In 2017 was dat 58. Het is van eminent belang dat wij ons allen aan de verkeersregels houden. Een oproep aan alle verkeersdeelnemers, wees u alert. En dan denken wij dat het dan veel beter zal gaan. We kunnen geen doden meer tolereren of meer slachtoffers. Waarnemend korpschef Roberto Prade heeft namens minister Stuart Getrouw de verkeersveiligheidsmaand officieel afgesloten. Hij las wederom de speech van de bewindsman voor, waarin die onder andere aangaf dat er een verandering moet komen in ons rijgedrag. Dat zal niet alleen gebeuren door opgelegde boetes, maar door de inbreng en medewerking van ieder. De minister riep wederom een ieder op hun snelheid te letten, want het thema was en is nog steeds dranga, drangerij naar Didi.